Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over het zenuwstelsel met de belangrijkste anatomie en functie. Het zenuwstelsel is samen met ons hormoonstelsel verantwoordelijk voor de communicatie in ons lichaam. Met het zenuwstelsel kunnen cellen op afstand met elkaar praten met elektrische prikkels die we actiepotentialen noemen. De twee belangrijkste soorten cellen in ons zenuwstelsel zijn zenuwcellen, oftewel neuronen. Die de elektrische signalen kunnen doorgeven, en de steuncellen die de zenuwcellen steunen, oftewel beschermen en helpen. Elke communicatieroute van het zenuwstelsel is eigenlijk een netwerk van zenuwcellen. Een elektrische prikkel komt aan bij het uiteinde van een zenuwcel. Vervolgens worden er neurotransmitters afgegeven in de synaps, oftewel het gat tussen de twee zenuwcellen. Deze binden aan de volgende zenuwcel. En die zet de elektrische prikkel voort. Op die manier kunnen elektrische prikkels op een snelle manier lange afstanden afleggen. Twee belangrijke indelingen van het zenuwstelsel zijn de anatomische indeling en de functionele indeling. De anatomische indeling is als volgt: de hersenen en het ruggenmerg samen zijn het centraal zenuwstelsel. Uit de hersenstam komen de hersenzenuwen en uit het ruggemerg komen de ruggemergzenuwen. Samen heten zij het zenuwstelsel. Naast deze anatomische indeling van het zenuwstelsel kennen we ook nog een belangrijke indeling op basis van functie, namelijk sensorisch en motorisch. Sensorische prikkels zijn alle prikkels die binnenkomen, oftewel alle prikkels uit onze zintuigen. Zien, horen, ruiken, proeven, voelen. En informatie over ons interne milieu, zoals bloeddruk en temperatuur. Dat komt binnen via een sensorische cel in het ruggenmerg. En vervolgens zal deze prikkel naar de hersenen gaan en worden verwerkt. Vervolgens gaat er een motorische prikkel juist de andere kant op: terug naar het ruggenmerg, naar de perivere zenuwen en dan het doelorgaan. Op die manier kunnen acties worden aangestuurd. Dat kan zowel willekeurig als onwillekeurig zijn. Met het willekeurige zenuwstelsel, ook wel het somatische zenuwstelsel, bedoelen we alles wat we bewust kunnen aansturen. Bijvoorbeeld dat ik nu een hartje ga tekenen. Met het onwillekeurige zenuwstelsel, ook wel het autonome zenuwstelsel, bedoelen we alles waar we geen bewuste invloed op hebben. Bijvoorbeeld dat mijn hartslag op dit moment 72 per minuut is. Dit autonome zenuwstelsel heeft een gaspedaal en een rem. Het gaspedaal noemen we het sympathisch zenuwstelsel, bekend van de fight or flight reactie. Zoals we bijvoorbeeld, ik noem maar wat, moeten wegrennen van een beer. De rem is het parasympathisch zenuwstelsel, bekend als de rest-and-digest reactie. Waarbij juist rust en herstel centraal staan. Rondom het ruggenmerg en de hersenen zitten hersenvliezen, oftewel de meningen. Tussen deze hersenvliezen en in de hersenen zit hersenvocht, oftewel liquor. Samen met onze schedel en de wervelkolom hebben deze structuren een belangrijke rol in de bescherming van ons centraal zenuwstelsel. Het is een soort ingebouwde helm. Download nu ook de gratis actieve samenvatting en vul hem in. Zo zal je deze stof nog beter onthouden. Bedankt voor het kijken!